Jawel, dames en heren, we gaan weer vloggen. We gaan nu naar Roemenië en we lopen nu op Schiphol. En we gaan nu eerst iedereen bij elkaar verzamelen. Zometeen weer. Jawel. Ja, dames en heren, we zijn op weg naar ons vliegtuig. We zijn net door de beveiliging heen gekomen. Alles goed afgelopen. En nu gaan we even. Hey, wat als we zo hier staan of zo? Ik heb even een kopje thee erbij. En we gaan zo vliegen. Dus even vertellen wat. We gaan weer vliegen. Ja, we gaan weer vliegen. Zeker. We gaan weer vliegen. Ja. We gaan naar Boekarest, Roemenië. Ja. Oké dan. We gaan daar weer optreden. Ja, we zijn in. Ik heb er heel veel zin in. Ja. Dus, Ja, en hier bij Joris. Waarom dan? Ja, dat weet ik. Wat gaan we doen? En Melati. We gaan naar Roemenië optreden. Naar Roemenië? Waarom dan? Ja, weet ik. Ja. Dus daar gaan we. Dames en heren, we zitten weer in het vliegtuig. En we gaan zo weer naar Roemenië, Boekarest. En het is daar heel warm, 29 graden. Ik kwam niet naar voren of zo. We hebben vandaag een volle vlucht naar Boekarest. Daarom verzoeken wij u alle handbagage op. Nou, dames en heren, daar gaan we dan. We gaan rijden. Dag Nederland. Nog. En we zijn niet meer aan. Aan wal. Daar gaan we. Op de zee. In de lucht. We zijn alweer een stukje verder, we zijn nog steeds in het vliegtuig en we gaan nu steeds verder vliegen, verder vliegen en verder. Jawel, met een lange vlucht, bijna van 3 uur. We zijn nu bijna op bestemming en we gaan nu draaien. We gaan al een beetje landen. Yeah. Vliegen komt een eind. Bezig met landen, we zijn nog niet helemaal geland. We doen nog best wel een mooi stukje in de lucht. We zijn er bijna in Boekarest. We zijn er bijna. Land in zicht. Landing. En we zijn nu in Roemenië. Wow. Zo. Zo. Oh. Yo. Hoe is dat geluid dan?
Nou, zo lang kan dat dus ook een keertje gebeuren. Dat mag zeker nog een plaats zijn. Make me feel happy. Now when we sing together, it's like a song. It feels so fine to sing out loud and have a good time. Ba ba ba. United by music. United by song. United by people. Hallo dames en heren, we zijn aangekomen op vliegveld, Roemenië. Gaan we even lekker zitten. We wachten op de busjes en dan kunnen we zo gaan. We zijn onderweg naar Iris Has in Roemenië. Ja? In Savanta, Georgië. Ja. We zijn nu al iets aan het drinken bij de benzinestation. We gaan dadelijk verder rijden naar het Iris Has. Ja. Iets te valt in Georgië. Zeker. En nog iets toe te voegen? Hè? Nog iets toe te voegen? Nee. Oké. Nou, doeg. Dat ben je gewoon nog in dienst, maar ik moet dan wel met twee. Ja, in boven. Ja, dat bedoel ik. Ja. Oh, slechte regering van Roemenië, dat ze geen geld meer droog. Ja. Nou is dat de vastplaatjes overheen, hè? Jawel, we zijn aangekomen in Roemenië op de plek waar we even moeten zijn. Kennis maken en straks gaan we naar het kamp. Wil je water hebben? Ja, ik heb een probleem. Zelfs Kees was dit een keer makkelijk. Die zijn broodje niet wilde. Maar ja, dan kreeg hij heel veel keetjes. Maar het is denk ik vertrekkelijk gegaan. Eigenlijk iedere keer om Roemenië te helpen met United by Music. Ik heb er gisteren een gezien bij Van de Klunderszaken. Beter uit dan die. Dat is een behoorlijke reis met de auto. Nou, we houden rekening mee dat we op tijd zijn. Zo zie je dus, we zijn weer op het kamp aangekomen. En zo gaat het en we gaan zo eten. En de mannetje was die bestelde een borreltje en een korreltje en een beetje jasje ook en zo. Ja, die open zijn soort dingen. Maar zelf die gozer daar nog houden. Een borreltje. Een jasje open. Hij op een gegeven moment die open die werd, staat hij zo en zegt: wat zijn we nou toch allemaal, joh? Hij zegt elke keer aan een bol die vraag. Hij zegt: een mooie jasje doe je open. Hij zegt: je kijkt ergens in.
Hij zegt, en dat houden we weer terug. Hij zegt, ik wacht van een mevrouw knapper, zei nog op thuis. Allemaal geld erin. En dus die vind ik, en die kijkt zo naar die pot. Dat is best wel wat geld in. Dus die vind, hij zegt, wat is die pot met geld? Wat is dat? Hij zegt, nou, hij zegt, hier achter het café, hij zegt, dat ik een paard sta. Degene die paard, hij zegt, aan het lachen kan krijgen, die krijgt zo die pot met geld. Oh ja. Oh ja, ik ken hem ook al, ja. Nee, stel maar verder, want er zijn er vast een paar die niet kennen. Jij kent hem niet eens? Nee, ik ken hem. Ik kwam, dus hij gaat naar de paard toe. Ik kom terug. En, Jank, hier voor de paard. Jank? Nee, huil. Laat maar lachen. Eerst lachen, dan ja. Eerst lachen. Dus het paard lacht, joh. Als je dat gewoon wel, dan zei hij niet. Die pot met geld heeft hij mee. Een paar weken later had ik een stal, is hem. Nou, hij zei, moet ik weer wat lachen? Nee, hij zei, het ging het voor toch makkelijk. Hij zei, moet nou zien te janken. Ik zei, wow, ga ik wel even naartoe, joh. Dus hij kwam even later, komt hij weer terug. En dat paard janken, joh, en janken. Hij zei, wat is nou toch helemaal gesteld? Hij zei, nou, hij zegt, de eerste keer, hij zegt, toen ik tegen hem gezegd dat ik een grote haat als, als hij. Hij zegt, nou dan, ik heb nou wat te zien. Het is een nieuw huis voor mensen met een beperking en ook voor mensen die oud zijn en van Roemenië en Hongaars en zo. En hier achter hier, dat ze aan het bouwen zijn, dat ze hier ook bezig zijn. En hier zijn straks al die spullen voor, wat wij nu met vrachtwagens heen en weer brengen. Zijn al, één vrachtwagen is er al en die andere die, twee die gaan we nog doen. En we gaan nog demonteren en we gaan nog bureaus in elkaar zetten. We gaan van alles doen nog hier in Roemenië. Oké. We gaan nu op weg naar de stad, want daar is het festival al begonnen, waar we dus ook gaan optreden. Middels aangekomen op het festival, gaan even naar een bandje kijken hoe die vorig jaar ook hebben gezien.
daarmee in zondag een beetje met de stadstoel bezig en ik ga van alles nog gebeuren. Nou, je het zegt, ik ook. Ik ga wel een boekje lezen. Ja, vriend. Dit is een stoplicht, die zitten naast elkaar en het lijkt net alsof er dus nu een trein komt. Maar die komt in feite niet, maar dat is gewoon dat gebaar. En dan in het oranje, in plaats van in het rood. Geinig, hè? Johnny Cash. Love is a bird who flies. Oh yeah. The fire says, I am a dirty fire. I believe. I fell for you like a child. I fell into the ring of fire. I fell into the ring of fire. Where you
so beautiful. Okay, yeah. Okay, yeah. Are you ready, Cook? Yeah. Stop walking. We gaan nu even kijken bij een andere band. Ik weet alleen niet hoe ze heten, maar het klinkt wel grappig. Dus we gaan even kijken. Thank you.
Hey Tom, ik heb ook zonnebrand bij me hoor. Nou, dames en heren, we gaan nu weer op weg naar het dierenhuis. En dan gaan we dansen. Heb ik gehoord. Ik ga gewoon kijken hoor. Ik zie wel wat ik doe. En, en we gaan daar eten. En dan gaan we terug. Támogat van az ő keresési útjukon, ugye a keresési módokat. Ugyanez érvényes a fogyatékkal élő alkotó számára is. Sőt, nem mindig tekintik a művészetet egy... Allemaal een beetje dansen, een beetje een soort, ja, lijkt een beetje op volksdansen, maar dat is meer dan inderdaad in hun eigen land natuurlijk. Het is een soort volksdans, een soort Romeinse volksdans, daar lijkt het een beetje op. Wel grappig om te zien. Zingen, daar zie je anders netjes uit. Kijk maar even. Nou, heb ik daar ook iedereen allemaal mooie kleren. Een boxje blijft. Dat gaat zometeen weer gebeuren. In een paar mooie kleuren. Om in de
kerk konden we niet opnemen, dus we hebben wel de geluidsopnames. Dus we zijn nu in de stad en we zijn even bij een drumgroep aan het kijken. Dus veel kijkers. Myself crying, talking, sailing, walking, and living doll. I got to do my best to please her, just cause she's a living doll. When a roof of iron bellies rises and it's fine, that's all. Got to run and only walking, talking, living doll. Take a look at her hair. It's real, but if you don't believe what I said, you'll feel. Gotta lock her up in a trunk, shut her in a heart and steal away from me. Got myself a crying, talking, turning, walking, living, living, dog. Got to do my best to please her, just cause it's a living dog. When a roof of iron that is rising, the one and only working, walking, living, walking. Yeah! Hey, 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 hey
more in a crowd. So long in a hanger, spinning away from me. Got myself a crying dog, turned me off in a living dog. I got to run the next appointment just to take a living dog. When I look for my end, that's why. Oké, ladies and gentlemen, Leo! Oh.
Dames en heren, het festival wordt afgesloten. Het vuurwerk. Kijk dan. Wat mooi. Nou. Yo, domme. Kijken, ja. En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke geel. Gloeiende, laten die kreep op mijn poten vallen. Maar we wilden weten wat er los was, dus de politie over het hek. Ja, ik snap het dekje hoor. Daar vonden ze een oude koster met de klievel in zijn nek. Ze hebben hem toen met eer begraven. Men zet op het graf de klepel neer. En als het nu heel hard gaat waaien, dan gaat de klepel heen en weer. Bam, 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 bam. Al de klokken in de luiden. Ja, daar is dan toch een teken geven. Ja, ik doe zo. Ik doe zo, dat is toch een teken. Een teken geven, is dat een teken dan? Ja, natuurlijk is dat een teken. Oh, dat is niet dat. Als de klok van... We gaan luiden. Maar gaat het heel te keer. Zijn de klokken van het zuiden. En onze lieve heer. Maar welke klokken luiden. Voor het zuiden kan de koster niet meer luiden. Nee, dat kan niet. Nimmer. Oh, wat een peul over. Nou. Jawel, we gaan met de paardenwagen. Wat ik je van de week al zei, ik heb het geregeld, het is gelukt. Dus we gaan nu met de paardenwagen rijden. Veel kijk. Ja, nee. Je merkt dat ik heel veel moeite ermee heb. Ja. We praten er vanmiddag wel eens van. Oh,
4 is het. Ik 2 is het. Oh. We zijn lekker onderweg met de paarden. We zijn dan bij een dorpje aangekomen. Daar rijden we dus nu doorheen. Dus, nou. Wat speel jij 30 jaar met mij? Dames en heren, echt gewoon dit. Echte paard. William. Ze doen papa William. Ja. Gewoon. Echt van vroeger, dames en heren. Zit er echt in de prehistorie dit keer. Zo mooi dit, hè. Oh, heerlijk. Ja, echt gewoon van vroeger, hè. Van voordat de jaren nul. Van, ja. Zie wat er allemaal in de Bijbel stond. Zo ging dat vroeger. Maar vroeger gaat nu nog zo. Ja. Nu nog steeds een beetje gaat dat zo, maar dit land is het nog steeds zo. Er loopt één beetje vroeger. Nou. Jawel, dames en heren, we zijn weer bijna op het einde van deze paardenrit. We hebben heerlijk genoten van mooi weer. Het is hier nu vandaag gewoon op 20 graden en wordt 25. En dan gaan we weer zo verder. Land in zicht! Land in zicht! We zijn er en tot het volgende onderdeel voor vandaag. Ja, dames en heren, we zijn lekker in de bergen. We zijn op zoek naar een optreedplek voor vrijdag. Dus, Maar ja, daar zou ik niet te veel van af. We moeten morgen, overmorgen. Als je mijn paard te dragen. Dat brengen we naar het eerst bezeden hotel met paard te dragen.
Zijn we lekker aan het voetballen. Het is weer prachtig mooi weer, dames en heren. Het wordt hier vandaag 28 graden. Jawel. Zo hè. Dus Monteur Egbert die gaat even een lampje vervangen van de auto van de Tour die we gebruiken. Een lampje kapot. Jawel, we zijn weer in de stad. Lekker rondlopen, overal lekker kijken. En het lampje is weer gemaakt door onze monteur Egbert. Jawel, dames en heren, we hebben weer heerlijk weer in de stad geweest. Jawel. Zo, dan gaan we eens erop uit Braslav. Ja. Ik weet het altijd niet van mij. We hebben soep. Ja, maar soep. Ja. Je hebt er zin in, William? Dank je wel. Dat is geen probleem, het hoort bij. Dankjewel, Bas. Ja. Dit krijgen we er ook nog bij. Oh, yeah. Oh, I see them go. Hey! Oh! Hello, yeah! Do you say yes, you got something for me? Something you call love, but confess. You've been messing where you should be messing. And now someone else is getting all your bets. And it's good coming for walking. And that's just what they'll do. One of these days, it's good. Start on a walk all over you. Oh, I like you so much. Yeah. Okay, all right. Yeah. Hey. You keep lying where you ought to be shooting. Ha. And you keep losing where you ought to not bad. Why? You keep saving where you ought to be. Now what's right is right, but you ain't been right yet. And this boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Do you like my shoes? Yes. Johnny on you. You keep playing where you should be playing. Oh no, I can't. You keep thinking that you'll never get burned. Never. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what do you know, you ain't had time to learn. Oh no, I know what you're saying. These books are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Okay, I'm here. Hello, how are you doing? Everything good? And what do you want from us? Are you ready, Boots? Yes, we are. Stop walking! Hey, 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 hey. Yeah! Hey, hey. Oh, no, I
gaat hard. Hij is bijna net zo hard als een basketbal. Ja. Ja, allemaal hoor. Hè? Let it die.
I just need you to know if you ever go. Keep on loving hard and playing. My face and every day is only different. Oh, what they say. Whatever kind of day you find your way. What do you think about me? When I just need you to know and everywhere I go. Keep on loving.
Bijna boven aan de berg. Echt wat. Echt wat de top gehaald, jongens. On top of the world. Een boom met een gat erin. Koeien. Onk. Jan doet maar los. En nog een keer echt beurt. Ik ga voetballen hier. Ik ben de pas een bal tegen. Het is echt wel vroeger. Als jullie zo kennen, het spelletje Age of Empires. Daar gebeurt het ook in. Allemaal prehistorische beelden die we kunnen maken vandaag. Toch iets vroeger bij ons ook. Ja. En dit? Jawel, dames en heren, voorbereidingen voor de barbecue. We gaan lekker barbecue vandaag. Barbecue even schoonmaken. Dat regelen Onk en Robert even. Ik stond verbaasd naar de reacties van de non. De reacties.
van de los. Aan boord. Leve de liefde, zei heer Pieterman galant. Maar juffrouw Jansen, die belde naar de krant. Ja, zij belde naar de krant. Daar dachten de mensen dat ze het allemaal maar verzon. Dus ging ze naar de kapelaan en verklikte ze haar de non. Ze verklikte haar de non. Dat, zei de kapelaan, is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, beledigt hij de kerk. Ja, beledigt hij de kerk. Keurig. In zulke dingen, zei hij, ben ik hard als beton. Ik stuur de politie op het dak van de non. Op het dak van de non. Dankzij juffrouw Jansen en de kapelaan maakte de politie daar een einde aan. Ja, daar kwam een einde aan. De non en de nozem gingen op de bon. Een schok kreeg de nozem en de zenuwen de non. Ja, de zenuwen de non. Want ze riepen zomaar door het pas gemaaide gras. En de politie zei dat dat verboden was. En dat het gras verboden was. Keurig, keurig, keurig. Niet om het een of ander, maar omdat het niet kon. Eindigde de liefde van de nozem en de non. Van de nozem en de non. De moraal. Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk de steek bekeken, maar uitvoerig zelden waar. En vraagt de non er maar eens naar. Dank u wel. Dank u wel. Daar liggen ons al ons vleesjes. Die gaan we heerlijk gaan opeten. Jawel. Goedemiddag, William. Ja, goed. Niet naar normaal, jongen. Niet meer normaal. Hoe wordt er een beetje bij? Wel mooi om te zien, dames en heren, dat hier dus inderdaad gewoon koeien en wild op straat kunnen lopen. En allemaal heel tam zijn. Dus bijzonder om te zien. Come on, everybody! Clap your hands! I'm looking good! I'm gonna sing my song, and you won't take long!
Ladies and gentlemen, on the piano was playing today, Willem! On the bass was playing today, Melati! On the drums was today playing, Gerard! On the electric guitar, Leon! On the acoustic guitar and the harmonic, on the fantastic player, Rob! And then the vocals, Kees! And the other vocals, Sharon! And my name is Artie Shorty, and I hope that you have enjoyed it. I want a big applause for the sound man. He is somewhere, just please a big applause. He don't like, but he is a very good sound man. And all the volunteers of United by Music. Robert, I will thank you, because we can perform here. So for Robert, a big applause. And for the foundation of United by Music, Romania! Zo, we zijn bijna weer bij het vliegveld. Hier is de velder nu. Ik niet. Ben je er klaar voor met al je spullen bij elkaar? Ja. Nou, dames en heren, we gaan weer naar Nederland. We doen het met een vliegtuig. En we moeten drie uur vliegen. Het was een geweldige tour. Niet waar. Goedemiddag dames en heren, mijn naam is Maartje Willems en ik ben op deze vlucht uw purser. Een bijzonder welkom voor onze Flying Blue en Skyteam deelnemers. Wij vertellen u graag eerst iets meer over de veiligheid van de vliegtuig. We gaan het een beetje uitleggen hoe alles werkt. Please make sure your device is visible at all times when charging. Charging will be an alerting room member. Jawel, we gaan naar boven om weer in Amsterdam te komen. Jawel, dames en heren. Je hebt nog een extra bakket gekregen. Jawel. Even heerlijk opeten. Gerard. Hoe ben je nou, jong? Ja, ik ben veel. Opnemen. Ja. Oh jee. En we zijn er bijna. Yeah. Dat was hem.
maar weer helemaal thuis. Ja, joh. Hey, dames en heren, wij zijn weer terug in Nederland, in Amsterdam. En we gaan nu zo uit het vliegtuig. Dankjewel voor het kijken van deze tourvideo.